Minister Pralatsounin van Landbouw, Veeteelt en Visserij concludeert dat vele mensen niet echt geïnteresseerd zijn in het aanleggen van hun eigen moestuin. De bewindsman vertelde journalisten eerder deze week dat zijn departement graag stimuleert dat mensen in deze financieel-economische situatie zelfvoorzienend zijn, ook omdat groente en fruit duur is. Het ministerie moet echter achter mensen aanzitten. Het is makkelijk gezegd dan gedaan, maar op een of andere manier, het stimuleert de mensen niet om zelf hun erf te beplanten. Ik heb gezien, vorige week waren we op Lelydorp, 200 zoveel gezinnen hebben we daarin aangedaan. De eerste paar was ik er zelf bij. En je komt bij de mensen, sommigen enthousiast hoor, anderen van wat is dit nou, weet je. Dat gedrag heb je ook. Ik heb eerder meegemaakt. Je maakt afspraken 9 uur in de ochtend. En dan kom je daar met plantmateriaal en alles. En dan moet je het nog wakker maken. Ik bedoel, als de overheid bij jou wil komen. Een dag tevoren is geweest en de plantgaten gemaakt. Het is alsof geen belangstelling is. De minister zegt dat er sprake is van een mentaliteitsprobleem waaraan echt gewerkt moet worden. Daartegenover staat nog steeds dat de overheid moet blijven doorbijten om de samenleving tegemoet te komen. Ik vind persoonlijk inderdaad dat het duur is. Duur waardoor het niet bereikbaar voor het volk. Maar nu met onze projecten van Prani Ujjari, family farming, waar wij overgaan tot aanmaak van steeds meer plantmateriaal. Ik heb deze vraag 2 of 3 weken geleden ook hier beantwoord. Proberen wij die moestuintjes allemaal te stimuleren. Laat de mensen zelf hun groenten zoveel als mogelijk verbouwen. Voor een stukje zelfredzaamheid, besparing op hun budget. Maar wat er nu gebeurt, is ook extreem droog. En kijk, vraag en aanbod. Zolang de consument gaat willen betalen, gaat die boer de prijs aanpassen. Maar als er plotseling productie komt, en bijna ieder heeft een stuk erf. Alles maar 2 bomen peper, 2 boulanger, 2 antroa, noem maar op. Het helpt mee. Zeldin erkent wel dat er serieuze mensen zijn die meedoen met het Prani Ujjari project van de overheid. Directeur landbouw Yitindra Kalu gaf eerder dit jaar aan dat de voedselveiligheid gegarandeerd is als je zelf plant.